30 minutes, nummer 1543, met een uitzending voor vandaag, 6 februari 2019. Dit is het bulletin van woensdag. Ik heb vanmiddag de nieuwe aflevering voor Slow Scan Radio al gemaakt, die aanstaande zaterdag wordt uitgezonden. Daardoor schoot er echter te weinig tijd over voor de Daily Minutes. Om die reden heb ik vandaag geen data kunnen maken en bestaat de inhoud van deze uitzending uit 2 afleveringen die ik de afgelopen 2 weken heb uitgezonden over DRM, Digitaal Radio Mondiale, inclusief meerdere geluidsfragmenten om te laten horen hoe de kwaliteit van zo'n uitzending in DRM is. Aan het eind van de uitzending herhaal ik ook nog een keer het onderwerp over het herkennen van nepnieuws dat ik vorige week heb uitgezonden. Vandaag komen en de komende paar uitzendingen staan in het teken van DRM, niet te verwarren met DMR. DRM is Digital Radio Mondiale. Het is van oorsprong een digitale manier om op de banden op de korte golf en de middengolf uit te zenden. De banden dus waar traditioneel met AM wordt uitgezonden in een 9 of een 10 kHz raster. De data aan het eind van deze uitzending bevat ook DRM. Ik begin met 3 SSTV plaatjes en dan volgen er 4 verschillende varianten in DRM. Oh ja, spoiler alert, de plaatjes zitten morgen deels ook in de Slow Scan Radio uitzending. Maar goed, verder over DRM. De bedoeling is om beter geluid te creëren met minder storing, de bedoeling van DRM, en eventueel in stereo. De norm kan in hoge mate worden getweakt voor de propagatieomstandigheden en er is van de norm ook een amateurvariant gemaakt, geschikt voor kleinere bandbreedtes, bijvoorbeeld in een SSB-kanaal. Je kunt er daarnaast ook afbeeldingen en andere documenten mee uitzenden, zoals we al geregeld in deze uitzending hebben gedaan. Ik ga nu wat stukjes van DRM laten horen. Eerst hoor je een uitzending in DRM en daarna een signaal met dezelfde sterkte in AM. Vervolgens hoor je een aantal tests met verschillende varianten van DRM en verschillende codecs. Die worden steeds voorafgegaan door het originele studiofragment, dus je moet niet denken dat dat ook via DRM wordt uitgezonden. Het is eerst een stuk muziek of wat spraak en vervolgens is dan 2 of 3 maal hetzelfde fragment te horen in DRM. Verrassend genoeg gaat het bij al die fragmenten om bitsnelheden van 8 kbps en 12 kbps. Ter indicatie, het geluid van D-Star en DMR heeft een bitsnelheid van 9,6 kbps, dus aan de lage kant precies ertussenin. Je kunt als je de voorbeelden hoort stellen dat DRM een veel betere geluidskwaliteit blijkt te hebben dan onze digitale amateurmodus. Of this 7-year-long war, the Syrian Observatory for Human Rights says at least 1600 people have been killed and over 5000 injured. The chief executive of Cricket Australia has said he is extremely disappointed and shocked by his team captain's admission of premeditated ball tampering in the 3rd test match against South Africa in Cape Town. James Sutherland described it as a very sad day for the game in Australia. He said the organisation was carrying out an urgent investigation to get to the bottom of what happened. The former Australian team captain Adam Gilchrist also expressed his disappointment. It should not happen. And that's Multimedia content, electronic program guides and emergency warnings sent direct to your DRM receiver, Digital Radio Mondiale. Multimedia content, electronic program guides and emergency warnings sent direct to your DRM receiver, Digital Radio Mondiale. Multimedia content, electronic program guides and emergency warnings sent direct to your DRM receiver, Digital Radio Mondiale.
multimedia content, electronic program guides and emergency warnings sent direct to your DRM receiver, Digital Radio Mondial. Multimedia content, electronic program guides and emergency warnings sent direct to your DRM receiver, Digital Radio Mondial. Multimedia content, electronic program guides and emergency warnings sent direct to your DRM receiver, Digital Radio Mondial. The BBC on DRM for Europe. Better radio altogether. The BBC on DRM for Europe. Better radio altogether. The BBC on DRM for Europe. Better radio altogether. DRM werkt dus meestal in geluidskanalen van 9 of 10 kHz bandbreedte. Er zijn over de wereld verschillende rasters in gebruik op de middengolf. De korte golf is meestal 10 kHz. DRM werd lange tijd als mislukt beschouwd. Nog steeds speelt het in ons deel van de wereld een rol in de marge. Er is bijvoorbeeld zo goed als geen apparatuur meer voor te krijgen. Maar het is nog wel mogelijk om op verschillende locaties ermee uit te zenden. En er is goede software voor ontvangst. Bijvoorbeeld voor de bekende SDR-ontvangst met de DVB-T-stick. In landen als India en nog enkele andere landen daar in de regio is DRM echter aan een opmars begonnen, heel onverwacht. Daarnaast is er nog een nieuwe ontwikkeling. Was DRM ooit uitsluitend bedoeld voor de frequenties onder 30 MHz? Sinds 2009 is er ook een variant die DRM Plus heet, die voor de FM-band is bedoeld met een bandbreedte van 100 kHz. In de komende uitzending van de Daily Minutes ga ik in het vervolg van deze korte serie in op de techniek van DRM. Ik moet zeggen, hoe meer ik me erin verdiep, hoe leuker ik het blijkt te vinden. En die geluidskwaliteit is voor de gebruikte bandbreedte echt extreem goed. Daarnaast is het ook voor het versturen van documenten een van de meest efficiënte manieren van uitzenden. Vandaag deel 2 van de serie over DRM, Digital Radio Mondial. DRM, hoewel we dat hier in de uitzending voor beeldmateriaal gebruiken, is bedoeld voor het verspreiden van audio. Het is mogelijk om met DRM 4 diensten in 1 uitzending te brengen op een enkelvoudig AM-zenderkanaal of 2x zo breed. Zo'n multiplex kan bijvoorbeeld bestaan uit tegelijk 3 verschillende radioprogramma's met bij die programma's horende multimedia diensten en daarnaast ook nog data. DRM is een open norm, net als DMR. Hier staat DRM, maar net als DMR, Tetra, DPMR, is dat bij de Europese normeringsinstantie ETSI geregistreerd. De norm is bedoeld voor wereldwijd gebruik en is zodanig ook als uitzendtechniek opgenomen in de ITU-aanbevelingen. Ondanks dat de norm er al een flink aantal jaren is, wil deze maar niet van de grond komen. Het enige land waar een echt grote dekking is, dat is in India. Het grote probleem naast de interesse is de beschikbaarheid van ontvangers die in ons deel van de wereld ook steeds is afgenomen. Weliswaar zijn er in India ontvangers te koop, die voldoen echter niet aan de Europese regels en kunnen daardoor hier niet verkocht worden. Overigens is dat voor zendamateurs niet zo'n groot beletsel. Er zijn modules te koop en er is software om in combinatie met bijvoorbeeld een Raspberry Pi en een DVB-T-stick te kunnen gebruiken. DRM bestaat tegenwoordig uit DRM Plus, wat voor VHF-frequenties bedoeld is, dus boven de 30 MHz. En het oorspronkelijke DRM voor onder de 30 MHz, dat tegenwoordig wel aangeduid wordt als DRM 30.
De RM Plus is trouwens bedoeld voor een bandbreedte van 100 kHz en is speciaal bedoeld voor de reguliere FM-band of voor medegebruik van DAB of DAB Plus frequenties tussen 174 en 230 MHz. Nee, het kan niet over. De ontwikkeling van DRM vond plaats door het zogenaamde DRM-consortium dat op 4 maart 1998 door 20 van de belangrijkste radiobedrijven en toonaangevende omroeporganisaties en fabrikanten werd opgericht. Dit consortium heeft een officiële status bij de EBU, de Europese Omroeporganisatie. Een DRM-signaal wordt uitgezonden met OFDM, orthogonale frequentiedeling door multiplexing, ook aangeduid als discrete multitoonmodulatie. Het is wat ik met FL-Digi ook wel eens gebruik, bijvoorbeeld bij PSKR met meerdere draaggolven. Ook de amateurstandaard FreeDV werkt bijvoorbeeld op deze manier. Uitzending gaat vandaag niet over de zendhobby. Ik begin vandaag met een recent nieuwsartikel van toen er nog sneeuw lag. De subtitel van dit artikel luidt: Steun voor sneeuwballenverbod groeit. Ook dit jaar stromen de meldingen weer binnen van mensen die in het ziekenhuis belanden nadat ze zijn bekogeld met sneeuwballen. Het vermoeden bestaat dat er veel illegale sneeuw uit België in omloop is. De sneeuwballen worden steeds harder, verzucht een ambulancemedewerker Doris van Engelen. Ze ziet deze dagen veel mensen langskomen met verwondingen die veroorzaakt zijn door Belgische sneeuw. Mensen zien het gevaar niet, zegt ze. Ze rijden even de grens over en pakken daar een hoop sneeuw, maar die Belgische ballen komen veel harder aan dan is toegestaan. Dat is vraag om ellende. De roep om een sneeuwballenverbod klinkt in de afgelopen jaren dan ook steeds luider. Het probleem is dat in Nederland zomaar iedereen met sneeuwballen mag gooien, stelt sneeuwcriticus Miranda Veldkamp. We vinden dat al jaren normaal, maar in de landen om ons heen doet niemand het. Heb je in Gran Canaria bijvoorbeeld al ooit eens iemand met sneeuwballen zien gooien? Nou, ik niet. Volgens Veldkamp leidt het gooien van sneeuwballen tot veel onschuldige slachtoffers. We noemen het dan wel sneeuwpret, maar heel veel mensen vinden het helemaal niet leuk. Op sommige plekken escaleert het zelfs tot hele sneeuwballengevechten. Toch pleit zelfs zij niet voor een algeheel sneeuwverbod. Er moet meer controle zijn. De gemeente kan bijvoorbeeld op een centrale plek iemand inpeperen en dan blijft het binnen de perken. Het gaat trouwens niet overal in het land fout. In Scheveningen zijn er al jaren geen incidenten meer met sneeuwballen, omdat de inwoners met elkaar samen een hele grote sneeuwpop op het strand bouwen. De sneeuwpop is dit jaar al meer dan 400 meter hoog. Schitterend om te zien, zegt burgemeester Pauline Krikke. En zolang het niet gaat dooien, kan er ook niks misgaan. Wat een geweldige traditie. Ja, dit was een recent artikel uit de satirische krant De Speld. Ik wil het vandaag over nepnieuws hebben. Wat ik met het onderwerp vandaag wil laten zien is hoe je zelf kunt beoordelen of een verhaal fake nieuws is of niet. Het is belangrijk dat je dat zelf beoordeelt. Als je alleen afgaat op wat ik je vertel of iemand anders, dan loop je mogelijk vast in de fascinatie die één zo'n persoon soms heeft. Het probleem bij het beoordelen van nieuws of een beschrijving van iets is om te beginnen dat de waarheid niet bestaat. De waarheid wordt bijna altijd gekleurd door emotie. Alleen in de meeste gevallen in de wiskunde en bij het uitrekenen van geld ligt dat vaak vast. En ook niet altijd, want bij het bepalen van de waarde van iets, zo luidt de uitdrukking, is het heel vaak wat de gek er dus voor geeft. Emotie is niet onbelangrijk, maar het is vaak wel een slechte raadgever. Denk aan de heksenverbrandingen in de middeleeuwen, waarbij vrouwen die zich niet aan de standaard conformeerden, doordat ze er bijvoorbeeld niet in slaagden om te trouwen, onschuldig op de brandstapel belanden, puur omdat de heersende opinie was dat iemand wel een heks zou zijn. Dat is wat je doet als je alleen op emotie of op opinie afgaat. Als je in de winkel geld terugkrijgt en de eigenaar van het filiaal die aan de kassa staat geeft je te weinig, maar stelt dat het voor zijn gevoel toch echt klopt, dan spreek je hem erop aan. Dan laat je je ook niet in de luren leggen met het verhaal dat die avond om 6:08, net voordat jij dus betaalde, het geld ineens meer waard geworden zou zijn en dat om die reden het mindere wisselgeld dat je van hem terugkrijgt wel degelijk klopt. De meeste mensen pikken zoiets niet, ook al roept iedereen in de rij dat de man aan de kassa gelijk heeft en dat je niet moet zeuren, want zij willen immers opschieten. Zo is het met fake nieuws ook. Bij de kassa kun je eenvoudig, desnoods op je mobiel, via teletext controleren of wat de man zegt de waarheid is. En zo is dat met ander fake nieuws ook. Een paar tips om de waarde van berichtgeving te kunnen inschatten. Kijk om te beginnen naar het medium dat de publicatie doet. Voor de grote beschikbaarheid van internet was dat makkelijk. Je wist, de NRC kon je vertrouwen en de story niet. Tegenwoordig is het aanbod enorm groot en er zijn mensen die door er een draai aan te geven of iets in een andere context te plaatsen, een bestaand bericht een totaal andere betekenis of een andere lading weten te geven. Het is overigens een groot goed dat iedereen zijn of haar zegje kan doen. Maar goed, kijk dus naar de site, naar de krant of een account op een site waar iemand iets publiceert. Hoe staat zo'n krant, account of site bekend? En is die wel bekend? Als het niet bekend is, hoeft het nog niet onwaar te zijn, maar als het wel bekend is, dan kun je wel iets te weten komen over het waarheidsgehalte.
Een tweede tip is, lees het hele verhaal door. In de koppen, en zeker als die er in chocoladeletters staan, wordt nogal eens overdreven om de mensen voor een bepaald artikel te interesseren. Is die kop alleen bedoeld om veel bezoekers naar de site of naar het artikel te lokken, of maakt het artikel de claim die in de kop staat ook gewoon waar? Behalve de site waar het artikel staat is ook de schrijver van belang. Onbekende schrijvers zijn niet per se onbetrouwbaar, maar het helpt ook hier als je de achtergrond van iemand kunt vinden. Staat zo iemand bekend als betrouwbaar en is het wel een echte persoon? Een van de belangrijkste tips is om te checken of er meer artikelen zijn die het verhaal ondersteunen. Pas hierbij op, want bij opvallende verhalen worden die vaak, om zelf bijvoorbeeld bezoekers te genereren, door knippen en plakken overgenomen door meerdere andere sites. Als er meer artikelen over hetzelfde onderwerp zijn, laten die dan een ander gezichtspunt zien. En ondersteunen die gezichtspunten dan het oorspronkelijke artikel. Het volgende ligt erg voor de hand, maar let op, hij is belangrijk. Let op de datum. Het zal niet de eerste keer zijn dat een eerder artikel opnieuw gebruikt wordt in een andere context en als nieuw wordt gepresenteerd. Wat iemand over een bepaalde maatschappelijke ontwikkeling 10 jaar geleden heeft gezegd, kan iets heel anders betekenen bij een heel andere ontwikkeling die nu plaatsvindt. Nog een voor de hand liggende is, check of het verhaal niet een grap is of een doelbewust in de wereld gebrachte hoax. Ook dit is vaker gebeurd, bijvoorbeeld rond de berichten uit de Nederlandse satirische krant De Speld, waar ik al een verhaal uit oplas. Een recent artikel uit De Speld was bijvoorbeeld dat het binnenkort ook mogelijk wordt om voor je bagage een zitplek te reserveren in de trein. Niet onbelangrijk is verder om naar je eigen voorkeuren te kijken. Bepaalde berichten ben je eerder geneigd tot je te nemen als die je eigen voorkeuren lijken te versterken. Dat zo is, wil echter niet zeggen dat ze waar zijn. Het is als het om het waarheidsgehalte van een bericht gaat belangrijk om erop te letten of je eigen opvattingen je eerder of minder snel nieuws laten accepteren. Er zijn daarnaast nog andere mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld in een bibliotheek vragen of een goede fact-checking website bezoeken. Een paar van dergelijke websites die goed bekend staan zijn bijvoorbeeld de volgende. Ze zijn allemaal in het Engels. Factcheck.org, factcheck.org, is een Amerikaanse nieuwschecker website. Fullfact.org is een goed bekendstaande en met geld van de Britse conservatieven opgezette fact-checking website in de UK. Deze website is tevens de website die vanaf 11 januari 2019 Facebook helpt bij het opzetten van het controleren van feiten op dit social media platform. Climatefeedback.org, C-L-I-M-A-T-E, feedback.org, is een fact-checking website die berichten in de pers over het klimaat op hun waarheidsgehalte beoordeelt. Snopes.com, S-N-O-P-E-S.com, tenslotte is een Amerikaanse website die zich sinds 1994 op urban legends concentreert. Een soort Mythbusters avant la lettre dus. De site staat erg goed bekend, ook bij collega factcheckers die de site roemen, omdat hij geen vooroordelen laat zien. Maar de oprichters die raakten in 2017 in de problemen nadat ze hadden gebroken met het bedrijf dat hun geldschieter en adverteerder was. Die eiste een grote schadeclaim en de site dreigde even ten onder te gaan. In een GoFundMe crowdfunding campagne had de site vervolgens binnen 24 uur $500,000 bij elkaar, waarmee het voortbestaan was gegarandeerd. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending in www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.